De tijd vliegt echt. Het is vandaag maandag 6 juni 2022, Pinksteren en mijn verjaardag. Oh, ik ben vandaag 19 jaar geworden, maar ik voel me echt geen 19. Ik zie er niet uit als 19, ik gedraag me niet als 19. Ik ben geen 19, dat kan niet, maar het staat wel op mijn idee. Het staat er echt. 6 juni 2003. Yeah. Kijk wat voor leuke cadeaus ik al heb gekregen. Helemaal niks. Nee, een batterij die gaat terug. Dan hebben we deze broek, die gaat ook terug. Dan hebben we dit jasje. Wat? En oh ja, ik dacht dat dit een oude blouse van mijn vader was. Dus een oud iets van jullie? Huh? Wat is dit? En dit van Ton, een cadeaubon. Nee, het is veel te vroeg. Half stond er. Oh ja, het zijn mannen, ja. Nou, kom maar binnen. Oh, ik wil even wachten, hoor. Oké. Gefeliciteerd. Dankjewel. Het is een verjaardag. Dankjewel. Oh, wordt het dan weer daar neergezet? Let's get it. I got you on what? Yes. One time. Zat hij aan? Ja. Hij filmt ook al? Ja. Als je hem aan het ontwikkelen wel. Maar. Hey, film. Oh, ja, dat is toch dit. Ja. Tot maandag, hè? Ja. Dag ook bij Roma. Zo. Oh nee, het is twee deurs. Oh, oké, hoe werkt die eigenlijk? Gewoon al intrappen en dan draaien. Ja. Was een spreker, David de Vos. Het is meer gas of niet? Komt je dan gewoon niet vooruit? Dan kun je ze echt noemen. Ik ben net aan mij. Ik heb ook echt geen fluit van. Daarom is het. One time. My homie selling chronic when my partner's pushing property. My DJ making him sandwiches so that he can rock with me. My upgrading overtime underappreciated. Damn, I feel the pain. Know that it's under alleviated. Feel like I'm under a mic. Een beetje bierrol gemaakt. Mm-hmm. Het is wel wennen hoor in deze auto rijden. Het is wel echt anders dan de Fiat. Ja? Dat hebben ze hierin zitten. Snoep? Nee. Ze hebben geen snoep. Wij hebben altijd standaard snoep in onze auto. Altijd in dit vakje ligt altijd snoep. Maar voor de rest doet volgens mij geen één familie dat. Echt jammer. Jawel, denk ik wel. Nou ja, zij weer niet. Ik heb het ook al bij anderen gekeken, maar bijna niemand heeft snoep in de auto. Waarom kijk je in andermans? Max, je hebt geen snoep. We zijn even patat aan het halen. Want we hebben er zin in. En ik ben jarig, dus we gaan niet koken. Dus we zijn even patat aan het halen. Of nou ja, kijk, daar hebben we het wel. Wij zijn geen patat aan het halen, zij is patat aan het halen. Lekker, hé? Oh, nee, ook niet heel erg. Ja, nu patat. Ja, paard of zo. Ja, patat. Oh, wow, hij trekt op. Mm-hmm. Dat had ik helemaal niet verwacht. Ja. Hij trekt wel op, ja. Hij trekt echt veel meer op dan de Fiat. Ga maar hier een beetje opklappen. Nou, hij trekt zijn reet best wel goed op. Ja. Blijf gelijk. Oh, dat is goed hoor. Heb je goed voor elkaar dit? Ja. Heb je echt goed voor elkaar. I'm under a microscope, don't perform my particles. So you'll see me pop up in little. Gang, welkom bij mijn vlog. Dit is mijn grip. Je had bij de snelgroep gestaan, Kerel. Want? We zijn gewoon even met de assen. Ja. Er zijn, even kijken hoor. Ja. Supercars. Allemaal auto's. Ja, maar ik was zeg maar jarig vandaag, dus eigenlijk had ik iets te doen eigenlijk. 190 km per uur. Ja, die werden allemaal aangehouden. Ja.